We zijn hier in Markelo voor onze 10x4 keepertest en dat gaat om zware 5 assers, goed voor een totaalgewicht van maximaal 50 ton. En dat is heel bijzonder, dat mag in Nederland, bijna nergens anders in Europa. Om die reden zijn er een hoop ombouwers die auto's aanpassen voor die wetgeving, maar er zijn ook een paar fabrikanten die dat af fabriek leveren. We gaan de auto's hier testen op het draaicirkel, laadvermogen, aslasten, maar natuurlijk ook op comfort en ergonomie. We voeren deze test uit in samenwerking met de collega's van Bouwmachines, bouwmachines.com, Transport en Logistiek, Big Truck Online Magazine en natuurlijk Transportwereld. Het doel van deze test is om al deze verschillende concepten te vergelijken. Er zijn namelijk verschillende manieren om tot zo'n 5-asser te komen, zo'n 10x4. Dat kan met een midliftas, dat kan met een naloopas, allerlei verschillende concepten. Wij gaan kijken wat de beste is qua laadvermogen, draaicirkel en natuurlijk qua comfort. Maar waar we ook naar kijken is natuurlijk de instap, de zithouding, de stuurversnelling. Ja, eigenlijk alles voor een goede werkplek. En wat er in deze cabine opvalt is dat er, ondanks mijn lichaamslengte en mijn stoel die ver naar achter staat, dat er nog steeds heel veel ruimte is achter die stoel. Hier kun je nog van alles kwijt. Hier staat nu een doos en hier liggen nog wat spullen, maar hier kan bijvoorbeeld ook een complete koelkast staan. Ja, dat is toch wel fijn dat je wat spulletjes bij de hand hebt. Zelfs in een dagcabine. Ja, bij een 10x4 gaat het dus altijd om een 5-assige truck met 2 aangedreven assen. En de meeste van deze auto's kwamen gewoon als 8x4 uit de fabriek. Dus met 4 assen, waarvan 2 aangedreven. Daar moeten ze een extra as onder en daarvoor hebben we in Nederland verschillende ombouwers. We hebben Veldhuizen trucks, we hebben Terberg, we hebben Ginaf en WVT. Die bouwen deze speciale assen onder. Dat is een sturende liftbare as. Die heb je dus niet nodig als je leeg bent. Maar ook in het terrein kan het handig zijn om te liften, heb je minder weerstand. Met de as omhoog, dus leeg, betekent het minder bandenslijtage en minder rolweerstand. En als je vol bent, dan heb je een betere aslastverdeling en dan wordt keurig de aslast verdeeld over alle 5 assen. Ja, dat hele proces van zo'n asbijplaatsing, daar komt natuurlijk veel meer bij kijken. Want je kunt zo'n truck niet zo lang maken als je zou willen. Compact heeft ook weer voordelen bij draaicirkel, bij het manoeuvreren. En daarom is de chassisruimte beperkt. Om die reden past er geen normale brandstoftank onder. En dan zien we in dit segment vaak deze zogenaamde I-vormige brandstoftanks tussen de assen weggebouwd. En ook de andere assen moeten soms iets verplaatst worden. A, voor een betere aslastverdeling, maar ook om de doodsimpele reden om ruimte te maken voor componenten zoals de accubakken, de uitlaatdemper, luchtketels. En bij al deze auto's zien we allerlei verschillende oplossingen daarvoor. Ja, een ander concept is dat van de naloopas. Zoals in dit geval, dit is een affabriek oplossing. Dit is een 47 tons auto, dus je levert iets in op laadvermogen. Maar wat je ervoor terugkrijgt is een betere draaicirkel. Meer comfort, het is een volledig luchtgeveerd assenstel hierachter. En ook dit is een sturende, liftende achteras. Ja, en weer een heel ander concept is deze Ginaf. Een Nederlandse truckproducent, op basis van DAF natuurlijk. Ook dit is een 10x4, maar dan zitten hier de aangedreven assen. En die laatste ziet er wel uit als een aangedreven as, maar dat is in feite een naloopas, gestuurd, maar dan wel met dubbele montage. Betekent een hoger technisch laadvermogen, hoger technisch draagvermogen en betekent meer stabiliteit door die 4 banden op die achteras. Ja, we hebben het in deze test natuurlijk over 10x4's en dit is een beetje een buitenbeentje. De bouwer noemt het een 10x3 en dat komt doordat deze
extra as die erbij gebouwd is. Het is niet zomaar een midlift asje die je ook stuurt en lift. Je kunt hem ook aandrijven. Dat is dus een inschakelbare aandrijving, waardoor het dus echt een 10x4 is op het moment dat je dat nodig hebt. Maar als je leeg terugrijdt, doe je hem omhoog, doe je de aandrijving uit en dat scheelt brandstof en bandenslijtage. Hoog laadvermogen, lichte auto en ja, toch goede inzetmogelijkheden door die dubbele aandrijving. Maar natuurlijk kijken we niet alleen naar de auto's en houden we ons bezig met meten. We rijden er ook mee om te kijken hoe het rijdt, wat goed comfort is, de trekkracht. We gaan ook de decibellen meten om te kijken hoeveel geluid er in de cabine doordringt. En het is altijd leuk om met al die verschillende concepten te mogen rijden. En zo zijn we hier 2 dagen bezig met een heel team. Met 10x4 keepers. Met het wegen, het rijden, het meten, het noem maar op. Je leest het binnenkort allemaal in je favoriete vakblad.